Ja, we weten bijvoorbeeld melkpakken die mogen officieel weer niet bij het karton, omdat daar dus weer dat plastic in zit. Dus die gaan wel weer bij plastic. We zijn in deze regio niet goed in het scheiden van afval, blijkt uit een onderzoek van de Nijmeegse Rekenkamer. In de zakken voor plastic zit vooral veel restafval. Ongeveer de helft van de inhoud van de zakken is daardoor niet geschikt om te recyclen. Blijkbaar weten mensen niet goed wat er wel of niet in de zakken thuis hoort. Als je deze zak chips ziet, denk je dan dat het bij het plastic afval zou mogen? Ik denk het wel in eerste instantie. Tenminste, ik doe het eigenlijk wel. Nee, want er zit een laagje in. De plastic bak, Kiko? Bij het plastic. Waar denkt u dat u dit moet weggooien? Dit mag niet uit plastic, dat is hard plastic. Vindt u dat u goed kan afval scheiden? Ik denk het wel, ja. Ja, we doen dan zakken chips wel in de plastic, maar verder doen we het wel gewoon goed. Nu dit te horen te hebben, denk ik niet. Want ik doe het dus altijd standaard bij de plastic. Ja, denk ik het wel. Ik doe mijn best. Hard plastic, zoals bewaarbakjes voor eten, mag niet in zakken voor plastic. Ook chipszakken horen bij het restafval vanwege de aluminium binnenkant. Vind je het duidelijk hoe het aangegeven is wat er wel en niet in het geval plastic afval mag? Ik denk waarschijnlijk wel, maar ik denk dat de mensen gewoon niet goed lezen. Net zoals ik, waarschijnlijk. Ja, ze kunnen altijd naar sites gaan. Maar ik denk als je op de container zelf erop zet wat je er wel of niet in kunt zetten, dan denk ik dat er wel opschiet. Ja. Nee, ik denk vooral dat je daar eigenlijk voor moet leren op school. Ik denk dat ze daar juist een beetje meer uitleg over zouden moeten geven. Want het is wel belangrijk natuurlijk. Ja, misschien wel. Meer aandacht steeds aan gegeven wordt. We gaan het toch wel nadenken, denk ik. En denkt u niet dat mensen dan er te lui voor zijn om het op te zoeken? Oh, die zijn er best wel bij. Jazeker. Afvalinzamelaar Dar gaat proberen er wat aan te doen. Afvalcoaches die mensen leren beter afval te scheiden gaan zich nu speciaal ook op plastic richten.